Ja, we staan hier in Wertum-Leefdal met een van de topteams, Acroch Tormans. Jij bent de ploegleider, Tom. Ja, dat klopt, dat klopt. Jij bent Jarne? Jarne Grieken. Arno? Brouwers. Tom, wat staat er op het programma vandaag? Een tijdrit. Zijn daar mogelijkheden voor Acroch Tormans hier om te presteren? Ik denk dat we wel een paar jongens hebben die hier kunnen meedoen voor de overwinning, eventueel. En dan hebben we ook nog een paar jongens die hier een klassement nog een beetje te verdedigen hebben. Of toch zeker niet te veel tijd proberen te verliezen voor de volgende dagen nog een gooi te doen naar de trui. De trui is nog in het verschiet. Sommige truien zijn nog binnen de mogelijkheden, denk je, Tom? Ja, absoluut. Absoluut. Het zijn nog 2 dagen na vandaag. Dus de gele trui is zeker nog niet gewonnen voor nog niemand niet. Dus die is zeker nog binnen handbereik voor ons. Welke renners schrijf je vandaag naar voren tijdens deze tijdrit? Voor de tijdrit denk ik dan al eerder aan Van Grieken. Poelmans en De Dekker om de overwinning. En dan aan Brouwers voor het klassement nog een beetje te behouden. Oké, ja, dan wordt alle druk op jouw schouders vandaag hier om te kunnen presteren voor Acroch. Ja, dat is geen probleem. Je kan heel goed tijdrijden. Dit jaar eigenlijk een beetje ontdekt in een tijdrijden. Dat is altijd, je moet veel ervaring opdoen in tijdrit voordat je dat weet hoe dat je het moet aanpakken eigenlijk. En dat heb je dit jaar wel geleerd. Ik heb er al vertrouwen in voor vandaag. Het is een korte tijdrit. Dat is misschien niet mijn voordeel, maar zeker niet mijn nadeel, dus ik zie het vandaag wel zeker zitten. Wat het parcours betreft, is dat parcours op jouw naam geschreven, Jarno? Ja, er zijn wel stroken bergop en zo, en dat is altijd, dat kun je je motor laten spreken, dus dat is sowieso wel mijn voordeel, ja. Jarno, jij zou moeten kunnen presteren hier in deze tijdrit om het algemeen klassement te kunnen behouden, om misschien toch wel die gele trui nog te kunnen bemachtigen, zegt Tom. Ja, ik denk dat dat het belangrijkste is voor mij. Proberen vandaag zo goed mogelijk de schade te beperken en dan de komende 2 dagen een gooi te doen naar een trui. Als je een gooi doet naar een trui, dan moet je in de aanval rijden waarschijnlijk. Ja, dat is de bedoeling. Ik denk dat we ook een ploeg bij hebben die de laatste 2 dagen de koers echt kunnen en gaan hard maken. Daar ben ik heel zeker van. Dus parcours leent zich er ook toe. Dus we gaan zeker de laatste 2 dagen ons nog niet gewonnen geven. Moet het dan morgen gebeuren of moet het dan zondag in Rillaar gebeuren? Wanneer dat gaat gebeuren, dat weet ik nog niet. Daar gaan we het met de ploeg nog zeker wel eens over hebben. Maar er zijn beide dagen kansen om het hard te maken en aan te vallen. Tom, naar jou toe. Hoe zit het met de lichting van de belofte? Want er komen juniors aan. Misschien in iets mindere lichting tweedejaars. Eerstejaars misschien wat sterker, ik weet het niet. Hetgeen wat ik hoor van onze begeleiders van de juniors is dat de eerstejaars vooral de beste lichting is. En een paar tweedejaars die op komst zijn. Dus we zullen nog zien hoe dat gaat uitdraaien. Maar onze betere zijn allemaal vierdejaars, dus die zijn we eind van het jaar ook allemaal kwijt. Naar de toekomst toe geeft dat een klein beetje problemen uiteraard, denk ik. Ja, problemen nog niet heel direct, maar toch wel een beetje zorgen wel, ja. Wat is jouw tactiek voor de komende 2 dagen om terug om de wedstrijd te komen? Goh, dat gaan we na vandaag bezien. Okay, Jarne, wanneer ben jij tevreden van je wedstrijd hier vandaag? Een podiumplaats moet toch op zijn minst behaalbaar zijn, denk ik, hè? Ja, zeker. Het podium moet zeker lukken. Mijn klassement is zwak, dus vandaag is eigenlijk alles op de winst natuurlijk. Na opwarming ga ik al voelen hoe het de benen zijn. En, ik zeg het, we gaan vol voor de winst. En de andere jongens, met Arno en Bob, staan heel goed in klassement. En ik hoop dat ze echt zo weinig mogelijk tijd verliezen. Dat is misschien zelfs vandaag. We weten dat Bob Poelmans misschien zelfs wel heel pakken. Maar het moet misschien niet per se vandaag. Ik kan ook morgen en overmorgen. En dan hebben we zeker een sterke ploeg bij om hier de boel been te houden, denk ik. Arne, wanneer is jouw Ronde van Vlaams-Brabant geslaagd? Als we met de ploeg nog iets mooi kunnen laten zien, wie dat dan per se wordt, dat maakt niet heel veel uit. Of wat dat vandaag is of de komende 2 dagen, dat maakt voor mij ook niet heel veel uit. Dus, Veel succes, mannen. Dank je. Dank je wel.